Nou, jullie vroegen mij om die tekst van Bourdieu daarbij te pakken, Sur la télévision. Nou, dat is ontzettend leuk. Het is eigenlijk niet eens een tekst, maar een betoog over televisie, wat hij op de televisie gehouden heeft. Prachtige poets die hij daarmee gebakken heeft. En heel leerzaam in het licht van de discussie die we nu voeren over wat digitalisering doet met journalistiek. Wat mij erg opviel is Bourdieu's gebruik van dat begrip veld. Dat is ook buiten zijn betoog over de televisie een kernbegrip in zijn hele denken en werk. Hij deelde het maatschappelijk gebeuren in velden. Een cultureel veld, een economisch veld, een medisch veld, een journalistiek veld. En je leest dat hij ervan uitgaat dat dat een helder af te bakenen geheel is. Een veld met een hek eromheen, als het ware. Hoewel hij het woord veld vooral gebruikt in de betekenis van krachtenveld, hè, of zelfs strijdperk. Maar je merkt dat hij denkt, ja, het is duidelijk te onderscheiden wie daarbij hoort en wie niet. Nou, ik denk dat dat heel lastig is. Voor de digitalisering al, want waar gaat het om? Moet iemand een journalistieke opleiding hebben gehad? Moet iemand in dienst zijn van een journalistiek medium? Moet iemand een perskaart hebben? Of moet iemand gewoon iets, moeten de andere leden van het veld zeggen, ja, hij of zij hoort er ook bij? Hoe ga je dat definiëren? Voor de digitalisering al ingewikkeld. Nu zitten we in het digitale tijdperk met een Julian Assange van WikiLeaks. Met een apparaat dat heet StatsMonkey. Dat is een computer die journalistieke verslagen van sportwedstrijden schrijft. Met iPads op wieltjes die door de bijeenkomsten van de Republikeinse Partij in de verkiezingscampagne van Donald Trump door het publiek rijden en een bepaalde gast opzoeken, want ze worden aangestuurd door mensen die via het cameraatje van die iPad kunnen zien waar die heen gaat. En die positioneren zich voor die gast en op het beeldscherm van die iPad verschijnt een journalistieke vraag. En diegene wordt geacht in die camera daar antwoord op te geven. Hoort zo'n apparaat in het journalistieke veld? Of hoe zit dat? Weet je wel? Dat is misschien een beetje een gechargeerd voorbeeld, hè? Maar die kwestie van Julian Assange en de bloggers, dat is veel relevanter. Bellingcat, die nu een hele belangrijke rol hebben gespeeld in het duidelijk maken wat er gebeurd is met de MH17. Hoort dat bij de journalistiek of niet? Dus dankzij Bourdieu kunnen we scherp krijgen dat de vraag die nu op tafel ligt is, wat is de stem van de journalistiek in die maatschappelijke conversatie? Hoe onderscheiden we die nog van andere stemmen?